Lieve Utopianen, hier staan we dan. De laatste 15 pioniers die samen nog heel even mogen bouwen aan de mooiste plek op aarde. Ik wil beginnen om te zeggen dat ik heel veel respect voor jullie heb. Voor ieder van jullie. Help elkaar. Laat je Utopia hart spreken. Durf eerlijk tegen elkaar te zijn. Durf het maximale van elkaar te eisen. Durf elkaar te corrigeren. En durf te huilen. Durf te genieten en durf te gaan houden van deze plek. Want ooit gaan jullie het allemaal heel erg missen. En ik kan dat echt heel goed weten. 1,5 jaar geleden begonnen de eerste 15 hier met letterlijk helemaal niks. Via drinken uit het meer, slapen in hangmatten en de eerste huisjes die door jullie zijn gebouwd, hebben jullie een prachtige plek met nog veel mooiere verhalen gecreëerd. En nu staan we hier aan de vooravond van de finale. Zonder mij. Wat? Ik ga terug naar mijn eigen wereld. Nee, Bill. Ik ga naar huis. Maar echt, jongens, dat is wel echt het laatste wat ik eventjes zeggen wil, is deze plek waar jullie zijn, het is zo uniek. En ja, ik word er altijd emotioneel van. Wees wat liever voor elkaar. En dit is echt een speeltuin en geniet er echt van. Echt voor jezelf gaan. Dat moet je echt doen. Eén iemand die hier het geld verdient en die bedenkt die ideeën, die voert ze uit. Ja. En uiteindelijk aan de andere kant wordt het er zo weer uitgetrokken. Ja, ik zal er buiten alles aan doen, dat weet je, om je te steunen. En ik wil dat je die titel pakt. Wees trots op jezelf, maar ook op mij. Ja. Weet je nog wat ik op had geschreven? Ik ben gek op jou, dat weet je. Ik ben mijn grappie. Ik hoop echt zo dat ze nog wat mooie dingen gaan doen. Het is toch altijd raar om afscheid te nemen van deze plek, hoor. Oké, natuurlijk nog deze. Succes ermee. Heb ik alles. Succes met de zwarte brief. Nee! Nee, jongens! Zwarte brief! Verzamelen! Nee! Oh my. Ja, goed, en dan zie ik het weer. Ik wist het, joh, maar we hadden gelijk moeten gaan kijken. Sensatie. Ladies and gentlemen. Oké, okay, ik denk dat toch nog een inwoner weggaat. Ik denk het ook. Jongens, Billy heeft een zwarte brief, een zwarte envelop gelaten op het bed. Veel plezier thuis. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja. Okay. Beste inwoners, de dagen van Utopia zijn geteld. Nog enkele maanden hebben jullie om samen te bouwen aan de ideale samenleving. Bij een soepele samenwerking hoort goed communiceren. Vanaf nu zijn jullie meer dan ooit tevoren op elkaar aangewezen. Per direct ontvangen jullie namelijk geen familiebezoek meer. Ook het schrijven en ontvangen van post van jullie geliefde familie en vrienden behoort tot het verleden. Kijk goed naar elkaar. Dit zijn de mensen waar jullie mee moeten doen. Nee. Succes. Het was wel heftig allemaal hoor. Hè? Weet je, je zit al in een hele pure emotie. Nou, ik vind het wel jammer dat ik... Ik heb niet iedereen teruggeschreven. Maar ja. Ik ga dan ook vanaf nu de brievenbus veranderen in een versnipperaar.